Ik ben Emily Herweg, ik doe marketing en communicatie bij Loud Noise. Ik houd me vooral bezig met content en dan voornamelijk het videogedeelte. Bijvoorbeeld op social media of Metal Insight, de livestream die vanaf september weer van start gaat. En bijvoorbeeld fotoshoots en allerlei soorten content eigenlijk. Mijn favoriete metal genre is vooral eigenlijk thrash en death metal. Het is een beetje een tweestrijd, maar ik kom wel echt vanuit de thrash. Thrash is echt het eerste metal genre naast heavy metal dat ik heb ontdekt. Ja, dat blijft me toch altijd wel trekken. Vind ik gewoon eigenlijk ook heel gezellig. En death metal, ja, ik speel natuurlijk in een death metal band. Dus ja, sindsdien ben ik daar ook wel echt veel meer naar gaan luisteren en gaan waarderen. Mijn favoriete band / album, dat zijn er eigenlijk twee die echt qua echt een gedeelde eerste plek hebben. De eerste is Seventh Son of the Seventh Son van Iron Maiden. Die heb ik ook op mijn been getatoeëerd staan. En de tweede is Symbolic van Death. En dat is echt een gedeelde eerste plek. Daar kan ik echt niet tussen kiezen. Zodra het weer kan. Ja, als ik het voor het zeggen had, zou ik na de hele coronaperiode echt heel veel zin hebben om Slayer live te zien. Maar dat gaat hem helaas niet worden. Dus ik denk dat ik dan echt wel een vette trashavond zou willen meemaken. Met bijvoorbeeld Exodus, Municipal Waste. Een band waarmee ik een biertje zou willen doen, dat is Municipal Waste en Dr. Living Dead. Ik heb beide bands al wel eens ontmoet en dat was super gezellig. Dus dat zou ik heel graag nog wel een keer willen doen. Doei!